ik ben Babette, coach van het Jong Talentspel. En ik ga iets vertellen over het spel. En ik heb iemand, Marise, bij ons die met mij is geweest. Zij doet eindexamen dit jaar en weet niet goed wat ze hierna wil gaan doen. En daar hebben we het over gehad. Het Jong Talentspel bestaat uit twee borden. Het eerste bord is dat degene waarmee ik werk, de jongeren, zoekt de talenten uit. En dat kunnen verschillende talenten zijn. We hebben blauwe kaartjes, die staan voor gevoel. We hebben rode kaartjes, die staan voor passie. De gele kaarten voor denken, het analyseren. En de groene kaarten staan voor de praktische talenten. We hebben nu een talent allemaal neergelegd. Dat heeft Marise zelf gedaan. We hebben daarover gesproken. Ik stel daar vragen over wat ik zie liggen. En degene met wie ik werk, Marise in dit geval, die heeft, die denkt erover na, die vertelt daarover. Dat is een lang gesprek waar we het dan over hebben. Vervolgens komen de themakaarten aan bod. De themakaarten, de rode themakaarten, staan voor de moeilijkere thema's. En de groene kaarten staan voor de toekomstdromen. Marise, wilde jij misschien even vertellen wat jij hebt neergelegd? Ja, is goed. Ik zie vooral dat ik veel blauwe kaartjes heb. En dat staat voor gevoel. En ik wist helemaal niet dat ik zo'n gevoelsmens was. Ik zou heel graag iets willen doen met creativiteit en dat heb ik nog niet zoveel. Dus er uit het spel is gekomen dat ik misschien bijvoorbeeld zangles zou moeten nemen of zou willen nemen. Want als ik zing word ik blij en ik heb alleen nu nog niet zoveel tijd om te zingen. Want ik heb heel veel huiswerk door de week. In het weekend maakte ik niet zoveel huiswerk, dus ik had als opdracht meegekregen dat ik misschien meer huiswerk zou kunnen maken. Een uur per dag op zondag en zaterdag. En dat heb ik nu gedaan. En ik heb op Google opgezocht met een vriendin naar zangles en ik ga er volgende week heen. Dus ik kan het misschien iets meer ontwikkelen. En daar ben ik heel erg blij mee. Maar dan moet ik eindexamen doen natuurlijk. En hiervoor wist ik nog helemaal niet wat ik wilde doen. Maar door het spel ben ik er iets meer achter gekomen. Dat ik misschien iets kan doen met de blauwe talenten. Dat ik dus naar een communicatiestudie kan kijken. Of naar een sociologische. Of naar een hogeschool van kunsten. Nou, dit is een mooi voorbeeld hoe het spel krachtig kan werken. Marise wist voordat ze kwam niet wat ze wilde, waar ze goed in was. En door middel van de talentenkaarten is dat letterlijk op tafel komen te liggen. Daarnaast hebben we gewerkt met de themakaarten. Want in het leven van de jongeren is niet alleen maar een studiekeuze van belang. Er spelen zoveel dingen. Bij haar was het bijvoorbeeld gevoel delen, gelukkig zijn. Maar ze had bijvoorbeeld ook last van faalangst. En dat is allemaal bespreekbaar gemaakt. En ze heeft dat doorvoeld, ze heeft daar opdrachten bij gedaan. En daardoor is er een heel compleet beeld naar voren gekomen. Nou, voor decanen is dit een heel interessant en krachtig instrument. Omdat je wat dieper gaat en grondiger met een leerling aan het werk gaat. En alles wat hij hier op tafel legt is vanuit hemzelf. Het is geen beroepskeuzetest. Dus ik zou u willen uitnodigen als u vragen heeft of u denkt van ik heb een leerling die daar heel geschikt voor is. Dan zijn ze van harte welkom bij mij.